Dick. Vrouwen in zijn algemeenheid, die zijn erg geïnteresseerd in kleding, zijn modebewuster, modegevoeliger. Heeft mevrouw Advocaat nog een rol gespeeld in het nieuwe tenue? Nee, want die heeft geen verstand van voetbal. Maar wel verstand van mode misschien. Nee, dat komt echt van mijzelf af. Ik vind kleding heel belangrijk, wedstrijdkleding. Ik had het als voetballer zelf ook. Als de kleur me niet beviel, dan kocht ik zelf toen de tijd een broekje. Maar kleding en kleur is bepalend. Tegenwoordig spelen ze ook uitwedstrijd in zwart. Ja, dat vind ik ook niet mooi. Maar dit spreekt meer. Rob. Bravenstein. Ja, dus hij heeft zoveel namen. Maar Rob is eigenlijk de grote animator erachter geweest, want die moest naar Italië om dat te regelen. Telefonisch wel, maar hij heeft het wel voor elkaar gekregen. Dus Rob, wat dat betreft, alle ega's. En iedereen is er ook tevreden over wat ik hoor. Ja, daarvoor hebben we het ook al wel gedaan. De spelers vooral, hè? Precies. Ja. Dat is het belangrijkste. En ik vind kleding, voetbalkleding, moet uitstraling hebben. En dit heeft uitstraling. Even terug naar de wedstrijd tegen NAC. Was de eerste helft in jouw optiek de beste helft tot nu toe onder jouw leiding? Nee, dat kan veel beter. Dat kan nog veel beter. En dat weten de Elftal ook. Kijk, wij moeten wedstrijden eerder kunnen beslissen, laat ik het zo zeggen. Als je in zo'n wedstrijd 5, 6 kansen krijgt, dan moet je er meer dan 2 maken. En nu maak je het jezelf nog moeilijk, want ze kunnen ook gewoon nog gelijk spelen. En dat gebeurt nog te veel. Donderdag zie je thuis tegen Go Ahead voor de beker. Je hebt zelf als trainer van Glasgow 2 keer de beker gepakt in Schotland. Is dat enigszins te vergelijken qua beleving? Ja, niet in deze fase, want nou, het kijk, als je kwartfinale trainer is bent nog van Glasgow Rangers of van Celtic, dan moet je finale spelen. Anders dat zie je nu met Van Bronckhorst, anders gooi je je eruit. En het was bijna altijd de finales tegen Celtic. En dan zitten er 60.000 mensen ook in dat stadion. Dus qua kwaliteiten moesten beide ploegen gewoon altijd in de finales komen. Heb je al geoefend op penalties? Of denk je nog niet zover? Jawel, ja, zeker. Want ik heb ze allemaal 2 penalties laten nemen. En hoe was de uitslag? Positief? Nou, dat weet ik niet. Ik kijk gewoon naar hoe ze nemen en hoe ze ervoor staan. Nou, dat staat er wel een paar aardige tussen. Zijn er al van tevoren spelers waarvan je denkt van, nou, die gaan het echt niet worden? Dat klopt zeker. Hadden jullie de overhand of niet? Ja, dat ik vind penalties nemen, ik weet het ook van mezelf. Ik denk dat het niet te oefenen is als je in een vol stadion staat, et cetera, et cetera. Maar er waren wel een paar bij met een knappe trap die we hebben. En die moeten het eventueel gaan doen. Tot slot heb je de spelers al voorgehouden dat bij een eventuele winst op Go Ahead mogelijk een attractieve tegenstander, als het even mee zit, hier in het Winkelstadion de volgende tegenstander is. Nou, zover heb ik dus niet gedacht. Nee. Nee. Dus ik denk altijd tot de eerstvolgende wedstrijd.